een gegeven moment hoorden wij mijn moeder heel erg schreeuwen. Toen zijn we naar de huiskamer gegaan en toen stond de huiskamer in brand. Die is 2 maanden later overleden. Aan de brandwond? Aan infecties van de brandwond. Ik was te ziek om naar de begrafenis te gaan. Het is of dit buisje of een stemmel, zeg maar. Dus zei de dokter van, dan leert hij toch gebarentaal. Ongeacht wie je bent of ongeacht wat je hebt. Je hebt niet minder recht om iets te doen tegenover een ander die niks heeft. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal. De gast in de podcast is Quinten, van wie het leven als 6-jarig jongetje drastisch verandert wanneer op eerste kerstdag in 2004 de kerstboomverlichting in de brand vliegt. Samen met zijn zusje proberen ze de boom uit huis te krijgen, met enorme gevolgen. Er ontstaat een explosie en er is geen uitweg door een dichtgeschroeide deur. Quinten en zijn zusje lopen beide enorme brandwonden op en moeten 11 maanden revalideren. Het leven daarna is natuurlijk niet meer hetzelfde, maar met de jaren vinden ze hun weg om te dealen met alle uitdagingen die erbij komen kijken. En maakt dit de positieve jongen die Quinten vandaag de dag is. Welkom! Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik ken je vooral van TikTok, heb ik je voorbij zien komen. Ja. Veel sporten? Ja. Veel sportvideo's? Klopt. Ja, eigenlijk in een podcast begin ik altijd best wel chronologisch. Dus als het oké voor jou is, wil ik gewoon beginnen bij jouw jongere jaren. En dan vooral eerste kerstdag 2004. Ja. Wil je ons een beetje meenemen naar die avond en hoe dit voor je was? Ja, nou, op eerste kerstdag 2004 had ik dus een huisbrand. Eigenlijk, mijn zus en ik die lagen in bed in film te kijken, want mijn moeder was nog bezig voor het avondeten en zo. Op een gegeven moment hoorden wij mijn moeder heel erg schreeuwen. Toen zijn we naar de huiskamer gegaan en toen stond de huiskamer in brand. Nou ja, wat er dus waarschijnlijk gebeurd is dat er kortsluiting was in kerstboomverlichting. Mm-hmm. En daardoor vatte de kerstboom vlam en verder dus het huis. Wij probeerden daarna de kerstboom uit het huis te krijgen, omdat dat brandde natuurlijk. Wat was op dat moment de kerstboom in de fik of echt wel het hele huis? Want ik kan me voorstellen, die kerstboom uit het huis krijgen is best wel veel. Ja, het was dus eerst de kerstboom. Maar een kerstboom, dat fikt echt heel hard. Ik weet niet of je al zo'n video daarvan hebt gezien, maar dat fikt echt heel hard. Ja. En dan hebben we ook nog allemaal van een nep sneeuw en je hebt lampjes erin. En op een gegeven moment ontploft dat gewoon een beetje. Ja. Dus ja, op een gegeven moment was het een verstandig plan om dat wij uit huis gingen natuurlijk. Alleen toen wij uit huis wilden, was de deur vastgeschroeid. Door de hitte al? Door de warmte en het vuur en de hitte. Dus wij konden er niet uit. Maar jullie hebben dus wel daarvoor geprobeerd om die kerstboom uit het raam. Het was zeg maar een appartementje. Ja. Dus we wilden het op het balkon, maar dat lukte niet. Al best wel, want je was heel jong eigenlijk. Hoe oud was je? Ik was 6. En je zusje? Mijn zus was 9. Ja, dus best wel jong eigenlijk proberen jullie dan een brandend voorwerp naar buiten te doen. Nou, je geeft het eigenlijk al aan, toen kwam er een explosie in de kerstboom. Ja, vanaf dat moment gaat natuurlijk sowieso heel snel. Dus dan wilden wij het huis uit en dat kon uiteindelijk niet. Mm-hmm. Dus toen moesten we echt wachten op de brandweer die de deur openmaakte voordat wij zelf eruit konden. Mm-hmm. Toen we uiteindelijk zelf eruit konden zijn bij de overburen gaan douchen, omdat koelen het allerbelangrijkste is als je verbrandt. Mm-hmm. En vanaf daar ambulance en vanaf daar weet ik niet meer zoveel. Maar je zegt, toen kwam de brandweer, maar de brandweer kwam dus de deur openmaken, omdat hij dus was vastgeschroeid, eigenlijk verbrand. Je weet er niet meer vanaf, maar weet je nog hoe die momenten, duurde dat lang of kort? Of was je echt in een shock? Ik weet echt niet hoe lang dat duurde. Nee. En dan word je bevrijd? Heb je dan al een besef van de situatie voordat je dan natuurlijk gaat koelen en naar de overburen gaat? Nou ja, ik weet gewoon nog dat wij de deur uitgaan en het traphuis afgaan en naar de overburen lopen. En ja, je wordt gewoon natuurlijk verteld wat je moet doen en je doet dat dus. Ja. Wat was eigenlijk voor jullie de reden om dan naar de buren te gaan om te gaan douchen? En niet gelijk dan met de ambulance mee, of was het gewoon de tijd? Nee, ja, het allerbelangrijkste als je in aan komt met brandwonden is dat je moet koelen. Dus dat maakt ook echt niet uit waar. Stel, er is een watervijvertje naast je, het is belangrijker. Want zeg maar, die complicaties die die kunnen geven, die zijn veel makkelijker te behandelen dan uiteindelijk de gevolgen van niet koelen. We werden gewoon direct een huis in
glijden naar huis. Ja, we gaan douchen. Had je veel pijn op dat moment, voordat je naar het ziekenhuis ging? Nee, ik kan me ook geen pijn herinneren. Maar het is natuurlijk ten eerste al je adrenaline en dat giet door je lichaam. Ja. En je zenuwen, dat is heel snel weggebrand. Want zeg maar mijn huid, zeg maar de bovenste laag is natuurlijk gewoon weg. Zeg maar alle haren, alle zenuwen, dus dat, op een gegeven moment voel je dat ook niet. Nee. Dus je bent, omdat die zenuwen worden aangetast, voel je eigenlijk van de pijn en de verbranding. Dat hoor je wel vaker. Ja, daar voel je niet veel van. Ik heb natuurlijk heel veel rook ingeademd. Mm-hmm. Daardoor zijn mijn stembanden ook aangetast. Mm-hmm. En daardoor klink ik schor. Ja, dan ben je met je zusje. Maar op dat moment waren ook, je zei het al, je moeder in de woning. En wie waren nog meer in de woning? En mijn oma. Alleen, mijn moeder was dus met ons. En mijn oma die zat in de badkamer. En die deur was gewoon dicht. Dus die heeft wel schade door de rook op de ogen en zo, maar niet. Nee. Niet zoals wij, zeg maar. Nee, want jullie zaten echt met z'n tweeën vast in die kamer dus eigenlijk. Ja, tussen de voordeur en het vuur. En je moeder? Volgens mij zat die niet bij ons, maar ik weet niet. Precies. Het laatste moment dat ik mijn moeder heb gezien, dat is toen ik de slaapkamer uitkwam van de film. En dat ze dan schreeuwen en dat ze... Überhaupt het laatste moment? Is 2 maanden later overleden. Aan de brandwonden? Ja. Aan infecties van de brandwonden. Oh, ja. Ze had een schimmelinfectie in de longen of zo opgelopen. En uiteindelijk overleed ze daaraan. Mijn opa en oma en ouders die wilden natuurlijk ook gewoon dat ik mijn moeder herinner zoals ze was. En misschien niet zoals hoe ze er later uitzag. Zij was natuurlijk wel echt veel meer verbrand dan wij. Dus. Samen met je zusje ga je dan naar het ziekenhuis. Waar kom je dan terecht? Ik ben eerst naar het AMC gebracht. Mm-hmm. En volgens mij mijn zus naar het OVG. En later zijn we naar het Beverwijk gebracht. Want dat is natuurlijk een van de 3 brandwondencentra's in Nederland. En dan ben je zo jong eigenlijk, hè? Heb je dan al soort van besef wat er gaande is? Nou, sowieso de eerste weken heb ik waarschijnlijk in slaap gelegen. Mm-hmm. Dus dat weet ik sowieso niet natuurlijk. En verder, in het van ziekenhuis, ik weet natuurlijk wel momenten, maar heel veel ook niet. Heb jij zelf dan ook in kritieke toestand gelegen aan het begin? Tuurlijk, ik denk mijn zus en ik sowieso allebei. Voor mij vooral bij mijn zus heeft het heel erg. Hoorde ik dat het daar wel echt. Daar hebben ze echt getwijfeld om de stekker eruit te trekken, zeg maar. Ja. Uiteindelijk heeft ze dat dan niet gedaan. Bij mijzelf weet ik eerlijk gezegd niet of het zo'n twijfelgeval was. Waar zat die kritieke toestand bij je zus dan in? Ik denk, mijn zus is natuurlijk een stuk meer verbrand dan ik. Misschien was dat gewoon. Het is natuurlijk ook, het is bijna 20 jaar geleden, dus die technieken waren ook een stuk minder advanced dan nu natuurlijk. Wat weet je nog een beetje? Ja, weet je, leren lopen weer, dat soort dingen. Weet je, fysiotherapie. Ja, want dan komt natuurlijk het hele traject waarin je verwondingen hebt opgelopen, moet gaan revalideren en herstellen. Je bent super jong, dus je wordt eigenlijk ook op een. Ja, toch op een manier een beetje uit je jeugd gerukt. Kan je hem ons een beetje meenemen in die periode? Ja, ik denk dat het allemaal heel snel ging eigenlijk. Want ik ben sowieso niet echt iemand die heel snel of heel vaak reflecteert en achterom kijkt. Dus ik weet natuurlijk dat ik in het ziekenhuis dat ik dan weer naar de fysio ging. En dat ik dat er niet leuk vind. Of dat, je hebt ook van dat drukkleding wat je dan aan moet. Dat deed ik ook niet aan. Weet je. Ik was wel echt een heel eigenwijs. Ben je gebeld? En verder, op een gegeven moment, na 5 maanden in het ziekenhuis, dan ben je gewoon wel genezen van je gewonden en je kan lopen. En, maar je moet nog heel veel meer qua motoriek en qua spraak opnieuw leren. Dus dan gingen we naar een revalidatiecentrum. In dat revalidatiecentrum hebben we 6 maanden gewoond. En dan heb je gewoon elke dag fysio en ergotherapie. En dan leer je ook gewoon weer de fijne dingetjes, zo schrijven en alle normale zaken in het leven. Hoe was het voor je dat je dat de wonden genezen en dat je dan jezelf ziet? Wat ze deden volgens mij, dat is, ze doen een scheerschuim op de spiegel in het ziekenhuis. En dan mag je het zelf stukje bij stukje weghalen. En als je klaar voor bent, dan zie je uiteindelijk eenmaal zelf. Ik weet dat niet zo heel goed meer van mezelf. Dus. Op dat moment zit je wel nog op school, maar je kan niet terug naar je eigen school? Of hoe? Ik mocht niet terug naar mijn school, omdat ze me te eng vonden, mijn school. Te eng ook? Ja. Wat zeiden ze dan? Nou ja, dat.
Gewoon, ik mocht niet terug omdat ik één was. Ja. Voor andere scholieren dan. Maar goed, aan de andere kant. Ik zat op in het referendaarcentrum in de Trappenberg. Dat is in Huizen. En daar is het ook een school voor mensen met speciale behoeftes. Dus je hebt geestelijk gehandicapt en fysiek gehandicapt. Nou, ik zat daar toch 6 maanden al op revalidatie. Dus ik heb daar ook 6 maanden op school gezeten dan. Voor die periode. En uiteindelijk ben ik daar tot mijn hele basisschoolperiode op school gebleven. Dus dan moest ik wel... Ik woon in Purmerend. Dus ik moest elke dag 3 kwartier met het busje heen. En 3 kwartier. Met het busje terug. Ja. Dus ja, het waren wel hele lange dagen. Maar het was wel qua school. Zeg maar, het zijn hele kleine klassen. Je krijgt heel veel aandacht. En als kind... Zeg maar, ik was best wel een gebeld kind, joh. Ja. Ik had dat wel echt nodig eigenlijk. En ik denk dat ik daar ook heel veel aan heb gehad. Dus eigenlijk... Is dat wel echt geluk bij een ongeluk. Ja, dat je gewoon veel aandacht kreeg. En dat ze gewoon goed naar je omkeken. Ja, precies. Want hoeveel jaar heb je dan op die school gezeten? 6. Want je zegt, eigenlijk praat je best wel makkelijk over van... Oh ja, dan zegt mijn school van je mag niet terugkomen, want je bent eng. Maar ik vind dat best wel kwetsend, lijkt me, als het wordt gezegd, weet je wel. Ja, maar ik denk... Zo toen de tijd dat ik daar geen besef van. Ik bedoel, het is niet dat mijn vader zegt als ik zeg van... Hey, joh, je bent te eng, je mag niet terug, maar... Zeg maar, ik zat natuurlijk eerst op die speciale school. Dus ja, daar word je sowieso niet gepest, omdat iedereen... Zeg maar, de een zit in de rolstoel en de ander heeft ik veel wat. Dus ja, dan word je niet gepest. En op de middelbare school ben ik eigenlijk ook nooit gepest. Ik weet niet naar een speciale school. Een normale, ja. Gewoon in Purmerend. Ja, ja. Hoe je vader trouwens in dit verhaal? Die is... Mijn vader en moeder, die waren niet... die waren al gescheiden, dus... Oké. Okay. Mijn vader woonde gewoon ergens op. Hoe was het voor je vader? Het zou ook wel een heftige periode zijn geweest. Want zoals ik al zei, ik was echt, echt een koppig kind en... Ik had gewoon liever niet dat de verpleegkundige me iets deed. Dus mijn vader heeft mij echt verzorgd. 5 maanden lang. Ja. Zeg maar, naast het ziekenhuis zit een soort flatgebouw waar mensen kunnen wonen voor... Nou, als er langdurig iemand in het ziekenhuis ligt. Dus mijn vader die heeft ook gewoon 5 maanden daar gewoond. Dus ja, ik denk dat het ook wel een zware periode voor hem en mijn stiefmoeder ook is. Want mijn vader had een vriendin. En die heeft ook gewoon heel veel voor ons gedaan. En zeg maar, mijn vader die verzorgde mij. Mijn stiefmoeder verzorgde mijn zus vooral. Dus heel veel verpleegkundigen hebben echt lastig aan me gehad. Want ik heb ook echt geschot. Als ik weet niet wat. Ik viel ook gewoon niet te verplegen. Nee, ik was alleen mijn vader. Dat was echt. Bij hem was het prima, maar de rest ik kreeg gewoon een traf. Maar was het dan vooral met het meewerken als mensen bijvoorbeeld je wonden wilden verband wilden omdoen of dat soort dingen? Ja, maar. Want dat doet ook gewoon. Toch heel veel pijn. Dat doet heel veel pijn. Mijn handen, die zijn natuurlijk ook echt wel aangetast. Ik heb bijvoorbeeld, ze waren al niet goed, maar ook in het AMC hebben ze een beetje lopen kijken hoe ver ze alles konden rekken. En het AMC heeft dus daarmee echt mijn handen gesloopt. Nee joh. Ja. Hoe doe je met rekken dan? Nou ja, ze gingen gewoon kijken hoe ver ik kon buigen. Zeg maar zo. En op een gegeven moment bleef het zo staan en nou ja, mijn hele hand was echt helemaal opgevallen. Omgevallen. Opgefokt, zeg maar. Ja. Helemaal, zeg maar, zoals ze nu uitzag, dat ze, het stond helemaal... Zeg maar... Ja. Ik kon niks vastpakken, ik kon niks. Dus ik heb heel veel operaties aan mijn handen ook gehad. Ja. Dus, nou ja, bij mijn rechterhand zie je dat ze allemaal gebogen staan. Mm-hmm. Dat hebben ze in Beverwijk zo gezet, zodat ik dingen kan vastpakken en zo. En, nou ja, dat is dus waar, de hand waarmee ik schrijf en zo. Ja. Ik kan het dus alleen niet... Het is wel vaak met handschoenen bijvoorbeeld, met mijn pink of zo. Ik weet niet waarom, maar het is super klein. Dus. Ja. En links. Ik kan mijn middelvinger niet buigen, want die zit vast. En mijn ringvinger daar is een pees weg of zo. Dus zeg maar, ik kan hem fysiek zelf wel buigen, maar niet op mijn eigen manier. Dus ja, dat is af en toe wel lastig. Ik denk dat ik daar meer last van heb dan mijn rechterhand. Ja. Kan je iets vertellen in hoeverre je daar prettig bij voelt over, want je zegt al, je stembanden die zijn beschadigd. Mm. Er kan niet genoeg lucht door om normaal te ademen. Dus zoals jij kan je normaal ademen omdat er genoeg ruimte is. Toen dat beschadigd is, staat het iets dichter bij elkaar. En daardoor zit er dus gewoon een gaatje. Het is echt een gaatje gewoon onder mijn stembanden en daar adem ik door. Oké. Okay. En heb je vaak dat mensen daarnaar vragen? Ja, heel veel. Ja. Ja, zeg maar, de meest gestelde vragen zijn wat is gebeurd en wat is dit en hoe zag je er vroeger uit? Vind je dat irritant of vind je dat oké? Het ligt een beetje aan waar, zeg maar.
stel ik ontmoet jou nu en je wilt het gewoon weten, dat is logisch. Want als jij iets hebt, dan wil ik dat ook weten. Dus dat vind ik oké. Okay. Maar bijvoorbeeld op TikTok, ik heb dan 3 video's gepind en dan van deze 3 vragen. En dan krijg je alsnog in de comments 100. De comments. Met wat heb je? Ja, dan denk ik ja. Kijk de video. Kijk 1 seconde op mijn account en, ja. En je weet het. Ja, want daar ken ik je ook van. Want ik ben je natuurlijk tegengekomen op TikTok. En jij maakt ook video's, vooral heel veel sport gerelateerd. Ja. Maar ook video's waarin jij vertelt wat er is gebeurd. Wat zijn een beetje de vragen die mensen veel stellen? Nou, heel veel mensen die vragen dus of ik alles kan eten en drinken. Omdat ik natuurlijk dat buisje in mijn keel heb. Alleen, er zitten natuurlijk in jouw lichaam zitten 2 buizen. Namelijk je slokdarm en je luchtpijp. En er zit een gaatje in mijn luchtpijp, maar niet in mijn slokdarm. Oh ja. Dus ik kan natuurlijk alles eten en drinken, omdat het gewoon via een ander gat gaat. Oh ja. Ik denk het enige wat ik dus echt niet kan, dat is het enige beperking die ik heb. Ik kan niet zwemmen. Niet zwemmen? Omdat ik niet onder water kan. Want het is natuurlijk gewoon een open gat. Oh, hier. Ja. Ja. Het is een open gat, dus als ik ga zwemmen, dan loopt het er gewoon in natuurlijk. Oh ja. Maar hoe douche je dan? Dat is ook een volgende vraag. Dat is de volgende vraag. Ja, dat... Tenminste, ik sta nooit 10 minuten lang met die straal zo over mijn hoofd. Ja. Ik denk, meestal gewoon op mijn rug en dan mijn hoofd was. Ja, het komt natuurlijk van, zo'n straal komt een beetje van schuin achter, dus het loopt er een beetje langs. Zo, het is niet dat het er direct in vliegt of zo, weet je. Dus ik heb daar niet echt last van. Ja, af en toe dat er een druppel naar binnen. Maar dan moet je even hoesten en dan, dat is het, zeg maar. Maar je hebt dus ook nog niet meer gezwommen ooit? Nou, ik ben wel 1 keer in het water geduwd. Nee, joh. Ja, dat was toevallig ook op brandwondenkamp. Maar ik ben gewoon, ik ben zo iemand die gewoon, ik vind het leuk om te rebelleren. Dus, ja. Maar ik duw iedereen in het water, maar ze kunnen ook mij helemaal niet induwen. En één iemand die wist dat niet. Dus die had mij erin geduwd. Maar goed, ik weet, ik had nergens last van, ik zwom gewoon naar boven. En dat was prima. Dus. Oh ja, ja. Maar verder zwem ik niet. Want wat gebeurt er dan als je gaat zwemmen en het loopt vol? Want er zit inderdaad dan een gat, het loopt vol met water. Is het dan... Nou, dan verdrink je gewoon. Oh, oké. Okay. Omdat je dan niet meer goed kan ademen. Je longen lopen vol. Want je hebt het al een beetje uitgelegd hoor. Maar hoe het dan werkt, waarom moet je er dan je hand op houden? Ja, omdat zeg maar... Ik zei dat mijn dat gaatje zit dus onder mijn stembanden. Ja. Mijn stembanden zit hierboven. Als je wil praten, dan moet je je stembanden laten trillen. Als ik dit niet dicht hou, dan gaat de lucht er dus eerder uit dan dat het langs mijn stembanden komt. Ja. Op zich, ik kan praten als ik het niet dicht hou. Alleen, dan klinkt het heel veel zachter. Dus ik hou het dicht, zodat er veel meer lucht langs mijn stembanden komt, zodat ik veel harder kan praten. En dat is natuurlijk in een gesprek veel fijner. Ja. Ik weet wel nog vroeger, wilde het ziekenhuis per se, zeg maar, gewoon mijn stembanden eruit. Ja. En dan, zeg maar, dat het dan gewoon dicht kon. Eruit hebben? Ja, zeg maar, want... Zeg maar, het is of dit buisje of een stembal, zeg maar. En dan wil ze gewoon, zeg maar, dat ik niet meer kon praten, maar dat het wel dicht kon. Maar ja, dus zei je de dokter van, ja, dan leert hij toch gebarentaal. Maar ja, ze hadden net mijn hand opgevolgd. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ja, mijn vader heeft wel sterk gemaakt dat dat, zeg maar, niet echt een optie was. Dus je bent wel blij dat ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. Ja. Ja. Heb je ook last? Heb je pijn ook, bijvoorbeeld als je praat? Nee. Okay. Nee, ik kan wel. Zomaar, omdat ik niet altijd via mijn neus adem, mijn stembanden, die kunnen dan best wel snel droog worden of zo. Ja. Zeg maar, je neus een soort filter. Ja. Dus als ik dan heel lang achter elkaar praat, zonder af en toe even goed door mijn neus ademen, dan ja, is mijn stem gewoon op een gegeven moment weg. Ja. Dus daar moet ik af en toe rekening mee houden. En ook na een avond in de club of zo, dan is mijn stem echt weg. Want, ja. Zeg maar, ik moet boven die muziek uitkomen en dat is best wel lastig voor mij. Ja. En soms ook gewoon niet mogelijk. Nee. Littekens groeien niet mee. Mm-hmm. Nou, ik sport wel veel dus. En het staat dan gewoon best wel strak. Dus ja. Zeg maar, zie je echt wel die lijn. Oh, je zegt littekens groeien niet mee. Want daarmee bedoel je dus eigenlijk het moment dat jij meer bent gaan... Ja, want ik was natuurlijk 6 toen het gebeurde en ik ben... Natuurlijk nog wel wat gegroeid na mijn 6e. Ja. Zeg maar, tot mijn 16e groeide ik ongeveer. Ik heb elk jaar een operatie gehad, sowieso tot mijn 16e. Operaties denk je dan aan? Ja, dat zijn huidtransplantaties. Dus wat ze doen is, ze pakken een stukje uit van je been. En dat zetten ze eigenlijk tussen je, ja, tussen je arm. Dus je ziet ook al die vlakken om mijn arm. Ja. Dat komt van mijn been.
Zijn er dingen geweest die je als jong jongetje, waar ze dan in het ziekenhuis bang voor waren dat je misschien niet meer kon, waarin je jezelf eigenlijk hebt verbaasd? Sowieso, mijn oma en zo, die had nooit verwacht dat wij doen wat wij nu allemaal doen. Ja? Ik denk dat hij überhaupt mensen wel verbaasd zijn met hoe makkelijk wij verder in het leven staan en wat we allemaal kunnen. Ja, vooral ook omdat je aan het begin natuurlijk überhaupt een kritieke toestand lag, weet je, opnieuw leren lopen. Mm. Hoe was dat voor je opnieuw leren lopen? Kan je nog een beetje meenemen naar die momenten? Je gaat gewoon naar zo'n fysio ruimte en dan heb je van die rekstokken. Zo, ja. En dan, ja, probeer je te staan en dat soort dingen. En was je daarin fanatiek? Wilde je zeg maar bijvoorbeeld, had je dan met je zus ook van, gaan het snel of langzaam? Nee, ik denk, ik heb ook heel lang geen contact gehad met mijn zus ertussen, want zij lag gewoon in een andere kamer natuurlijk en ik moest verzorgd worden en zij moest verzorgd worden. Ja, dat moment dat wij uiteindelijk bij elkaar werden gebracht, ja, dan, dat is natuurlijk wel een heel emotioneel moment. Ja, want ja, je ziet elkaar natuurlijk voor de eerste keer op een hele andere manier. En je kan beide niet zoveel of heel veel verband en dat soort dingen. Dat is natuurlijk een beetje gek. Wat gaat er dan door je heen als je je zus na een paar maanden weer ziet? Nou ja, ik weet dat mijn zus heel erg moest huilen, maar ik weet niet zo goed wat ik dacht verder. Ja, het... Word jij emotioneel? Of zet ik ben niet zo'n heel emotioneel persoon. Nee? Toen ook niet? Nee? Nee, niet dat ik weet. Ja, ik was een boos kindje, zoals ik al zei. Maar boos, ja. Ik weet niet. Het is niet dat ik heel... Ik huil niet zo vaak, zeg maar. Nee. Heb je daarna ook wel eens hulp gekregen? Heb je wel eens met mensen gepraat? Of heeft je zus wel met mensen gepraat? Ja, wij moesten... zeg maar, na de... Sowieso in het ziekenhuis hadden we natuurlijk een psycholoog. En in het revalidatiecentrum hadden we ook een psycholoog. Alleen ja, die waren eigenlijk vrij snel klaar met ons. Omdat wij best wel nuchter in het leven staan. En best wel makkelijker mee om kon gaan. En verder heb ik nooit... Nee. Nooit met iemand gepraat over. Jij praat er best wel luchtig over, weet je wel. Terwijl het is... Ik bewonder dat aan je, want dat vind ik heel vet. Maar ik kan ook voor elk jaar een operatie... Het is wel pittig, weet je. Het is niet niks. Ja. Hoe zorg jij dat je het zo luchtig houdt? Of? Nou, ten eerste, ik denk... Ik heb het al een miljoen keer verteld. Dus het is niks nieuws, het is niks. Ja. Ik denk ook van jongs af aan... We zijn ook echt gewoon opgegroeid als... Lekker je ding doen en... Zeg maar, je hebt mensen die, waarmee iets gebeurt. En die gaan heel zielig thuis zitten. En die doen niks meer. En die hebben heel veel zelfmedelijden. Wij hebben van dag één dat we thuis kwamen, zijn we uit eten geweest. We zijn leuke dingen altijd blijven doen. En ja, als je buiten komt. Kijk, je wordt aangekeken en je wordt nagekeken. Maar daar wen je aan. En op een gegeven moment, ja, als je daar zo jong al aan bent. Dan doet het me nu ook gewoon niks. Nee, je groeit het gewoon mee eigenlijk. Ja. Is dat verschillend met je zus? Nee, mijn zus is ook... Heel relaxed. Ja, want sommige mensen die brandwonden hebben opgelopen... kunnen er best wel moeite mee hebben. En dat zie ik ook. Maar ik ken best wel veel mensen met brandwonden... omdat er ook van die brandwondenkampen zijn. Mm-hmm. Dus, wat is dat dan? Dat is zeg maar een week. En dan heb je verschillende leeftijdscategorieën. Dus je hebt kinderkamp, tienerkamp, jongerenkamp en Scarbars heet dat. Ja, eigenlijk wat je gaat doen is op een leuke manier... grenzen verleggen. Ja. En voor de een is dat makkelijk. En voor mij is het bijvoorbeeld echt gewoon een gezellig weekje. En voor de ander is het van, oh, we gaan zwemmen. Ik durf dat eigenlijk niet. Omdat het wel... Zeg maar, een hele positieve sfeer. En heel gezellig en heel leuk. En toch, zeg maar... Ook de mensen die het eigenlijk echt niet durven, die doen het uiteindelijk wel. En uiteindelijk, aan het eind van de week... is ook allemaal heel voldaan eigenlijk met zichzelf. Dat ze toch wel die stappen hebben gemaakt. En ja, dus dat wordt gewoon... op een hele leuke manier grenzen verleggen. Ja. Dat is wel een heel bijzonder iets altijd. Waar is dat dan in Nederland? Verschillend. Tot 18 was altijd in Nederland, maar altijd een andere plek. Ja. En na 18 was het meestal in de Ardennen. Ja. Wat vet. En dan eigenlijk zit je dus, omdat je een beetje dezelfde dingen hebt meegemaakt, kan je elkaar supporten door, inderdaad wat je zegt, grenzen te verleggen, door te gaan zwemmen. Of wat zijn andere dingen waar mensen tegenaan lopen? Ja, alleen ik ben niet per se zo'n... prater of iemand die echt heel diep op gesprek ingaat. Maar vaak is het ook alleen al om aanwezig te zijn dat heel veel mensen daar iets aan hebben. En ja, het is gewoon... Ja, je doet ook, zeg maar, mensen ruiken verbrand of vuur. Dus wat je doet, we hebben sowieso een kampvuuravond.
Mensen zijn bang om hun kleding uit te doen omdat ze bijvoorbeeld op hun buik verbrand zijn. Dus we gaan zwemmen, we gaan, weet je, dus allemaal dat soort dingen. Ben je nog wel eens, heb je een ander gevoel bij kerst dan? Nee, dat valt nee, eigenlijk ook niet echt. Nee, wij vieren ook elk jaar gewoon kerst en het is gewoon een feestdag. Hebben jullie ook gewoon gelijk weer gedaan? Ja, de eerste keer, dus het was ook wel, het gebeurde eerst kerstdag en pas 11 november het jaar erop was ik voor het eerst weer thuis. Oké. Okay. Dus dan is het ook vrij snel weer kerst. Ja, ja, het is een fast forward opeens. Ja, ja, dus ik weet nog de eerste keer dat, zeg maar, ik stelde een eis, zeg maar, of we nemen een echte boom en geen lampjes, of een plastic boom en wel lampjes. Ah. En dus een, dat jaar hebben we dan een plastic boom met lampjes gedaan en dat jaar erop oh, gewoon een echte boom en lampjes. Oh, gewoon wel weer, oké. Okay. Gewoon alles. Ja, dus wat dat betreft is jullie familie gewoon heel gewoon best wel nuchter. Niet dat, ja, dat jullie daar heel aan zwaar hebben getild van een kerstboom of kerstvieren. Nee, gelijk. Ja. Is dat denk je ook een beetje de manier wat je anderen zou aanraden als je iets meemaakt? Om ja, gewoon om gelijk je ding te doen. Ik denk dat het heel veel helpt. Als je altijd in je sleur blijft, dan kom je er sowieso niet uit. Nee. En hoe ouder je wordt, hoe denk ik, hoe lastiger dat wordt. Vooral als een kind. Ik bedoel, een kind is best wel makkelijk te sturen. Dus. Ja. Scheelt het denk je omdat je het op jongere leeftijd meegemaakt of dat je het op oudere leeftijd meegemaakt met hoe je ermee omgaat? Ik ben van mening dat het op jongere leeftijd dan makkelijker is, maar ik denk dat het komt omdat het op jongere leeftijd is gebeurd. Want ook op die kampen, wat ik net zei, is dit ook gewoon een discussiepunt. Want je hebt ook altijd zo'n serieuze ochtend en dan ga je allemaal vragen beantwoorden en discussiëren. En het is gewoon, de een vindt het makkelijker op latere leeftijd omdat je misschien makkelijk kan relativeren. En de ander vindt het makkelijker op een jonge leeftijd omdat je ermee opgroeit. Ja. En ik denk, wat je ziet is dat degenen die het ouder hebben meegemaakt denken dat het ouder is. En degenen die het jonger hebben meegemaakt denken dat het jonger is. Ja, ja. Dus het is gewoon net waar je, denk, wat je ja, meemaakt. Ja, precies. Maar ik denk jonger, want ja, je groeit ermee op en ik ken mezelf niet zonder. Dus ja, dit is gewoon altijd al een soort van normaal geweest. En ik denk, als jij 20 bent of 18 of 16 en je zit nog heel erg in de puberteit en je hebt opeens een heel ander uiterlijk, dat echt wel heel veel heftiger kan zijn. Ja. Dus. Heb je met jouw verhaal, merk je dat je veel mensen motiveert? Ja, ik hoor het wel veel, maar wat zeggen ze dan? Nou, gewoon dat ze wel motiveren of dat ze nu dingen wel doen die eerst niet durven. Ik heb wel eens op een festival gestaan dat mensen, dat ze dan niet eens litteken gerelateerd of zo. Dat ze zeggen van, hey, ik wil altijd een YouTube-kanaal starten en dat durfde ik niet. En ja, dat heb ik nu wel gedaan, hoor. Weet je, door jou ben ik begonnen met sporten en dat soort dingen. En dat, ja, dat vind ik altijd wel leuk. Want wanneer is jou, want je op TikTok was je veel met sporten ook, wanneer is een beetje die passie ontstaan? Met sporten? Ja. Ja, dat is echt een dom verhaal. Oh. Ik was 14. Ja. En ik deed geen sport. En ik moest per se een sport van mijn ouders. Omdat, nou, je moet gewoon gezond en bewegen. Ja. En ik had echt geen zin in een teamsport. Omdat mijn conditie echt zo slecht was. Omdat, nou, ik denk vanwege ongeluk misschien ook. En ook omdat ik elke dag met het busje heen en weer ging naar school. Dus ik had ook vrij weinig beweging. Mm-hmm. Dus ik wilde gewoon geen teamsport. Nou, dan blijft er vrij weinig sport over. Dus toen ging ik fitness en mijn beste vriend ging ook fitness. En toen, ja, dat is blijven hangen. Ja. Eigenlijk geef je zelf ook al een beetje aan van, het zijn vaak dezelfde vragen die mensen stellen. Weet je, je hebt natuurlijk een opvallend uiterlijk. Dus mensen zijn ook vaak dat ze willen weten wat er is gebeurd of zo. Wat zou je een beetje willen zeggen tegen mensen die dat, wie er met dat soort vragen zitten van, vraag dat wel of vraag dat niet? Of je hebt mensen die zogenaamd heel lief doen en dan, zomaar dan weet je het. En dan, dus je bedoelt een beetje dat ze uit zijn op het verhaal of zo? Ja, precies. Oh, ja. En dan denk ik, ja, dan maar gewoon, of vraag dan maar gewoon wat er is, want ik vind het niet erg om te vertellen. En ja. Het kost mij 10 seconden om te vertellen, want zeg maar, mijn beknopte versie is gewoon, er was kortsluiting in kerstboomverlichting, daardoor ik huis brand. Ja, ja. Nou, klaar. En dan, ik vind dat niet erg om te vertellen, dus vraag maar gewoon. En op het internet swipe 1 keer op mijn account en je weet het ook. Ja. Ja, je bedoelt, het is irritanter als mensen zeg maar een beetje gewoon eromheen gaan praten en dan opeens vragen van, wat is er gebeurd, bedoel je? Toch? Ja, als ze, zeg maar, ja, als ze geen andere intentie hebben dan het verhaal weten. En dat ze dan wel zogenaamd heel lief en leuk gaan doen. Ja. Maar het is leuk als je heel lief en leuk wilt doen. En daarna ook, maar niet, ga niet zeg maar fake een beetje leuk en lief doen. En met welke uitdagingen heb je een beetje na het ongeluk, als we iets meer terugpakken naar je jeugd? Wat voor uitdagingen heb je gestaan? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Wat ik één ding lastig vond was het sociale aspect. Omdat ik zat natuurlijk in een huis op school. En ik woonde in Purmerend. Nou, dat is 3 kwartier van elkaar af. Ik had gewoon niet zoveel vrienden in Purmerend. Dus ja, ik had wel 1 beste vriend. En daar sprak ik ook heel veel mee af. En het is toch iets wat je niet elke dag ziet. En dan ja, doen ze toch wat voorzichtig en anders met je. En ik merk ook nog steeds, hoor, sommige mensen die durft gewoon niet zo goed. Zo, zeg maar, daar zijn ze heel... Sommige mensen zijn echt van die hele vrolijke mensen. Ja. En bij jou zijn ze dat niet. En ja, ik weet niet waarom, maar... Ja. Ik denk dat ze gewoon bang zijn om iets verkeerd te zeggen misschien. Of... Kan je iets verkeerd zeggen? Nee. Nee? Nee, ik ben zo... Tegen mij kan je echt alles zeggen. Nog heel eventjes naar je familie terug. Je gaf aan het begin ook al aan dat je moeder ook aan een verwonding is overleden. Hoe was dit? Ja, dat is natuurlijk fucking verdrietig. Ja. Krijg je dat... bewust mee? Ik heb het moment zelf weet ik natuurlijk niet zo heel goed, maar ik weet wel nog dat, zeg maar, er was natuurlijk de begrafenis en ik was te ziek om naar de begrafenis te gaan. Dus ik ben ook niet naar de begrafenis geweest, mijn zus wel. En die dag weet ik wel, ik was een boos kindje, dus ik was die dag ook wel boos dat ik niet mee mocht en nou ja, iedereen wel. Want waarom mocht je niet mee? Omdat het gewoon te ziek. Te ziek, ja. Dat is natuurlijk het meest tricky, toch? Dat als je brandwonden hebt, dat het kan infecteren. Het zijn natuurlijk gewoon, ja, het zijn voor 30% open wonden. Gewoon, dus. Ja. Het kan heel makkelijk vies worden en infecties oplopen. Dus. En de band met je zus, want die was, hoe is het voor haar geweest en hoe heeft het haar leven beïnvloed? Ik denk, qua de dood voor mijn moeder heeft zij het lastiger dan ik. Zij is natuurlijk wat ouder dan ik. Ik was 6. Kijk, als je 6 bent, natuurlijk, je mag mensen of je mag mensen niet. Maar op een persoonlijk vlak ken je niet echt mensen. Ik weet niet hoe mijn moeder is als persoon. Dus het is niet dat ik daar hele hechte gevoelens of hele echte herinneringen aan heb. Dus voor mij is het veel minder lastig geweest dan mijn zus. Want die was natuurlijk 9 en dan ben je toch wel al een heel stuk bewuster van wat je mist later. Ja. Dus ja, daar heeft mijn zus veel meer moeite mee gehad. Verder, mijn zus heeft laatst een kindje gekregen. Ja. En maar zij heeft wel brandwond op de buik. Okay. Dus dat stond heel strak en dat heeft dan wel een beetje complicaties opgeleverd. En gewoon een zware bevalling. En zij mist 4 vingers. Aan de rechterhand. Dus ja, zij heeft wel wat meer complicaties dan ik, denk ik. Ja, maar ze heeft dus een kindje gekregen. Ja. Wat bijzonder, dus dat hij verder, los van de bevalling dan, dat is allemaal gezond geboren. En, ja, het is gezond. Ja, wat fijn, wat goed. Ja. En hoe is het dan met jou? Ben jij dan, wil jij ook een kinderen of qua toekomst? Nee. Oh, ik weet niet. Nog een beetje jongen aan het denken, denk ik. Ik zit nu echt 50-50. Aan de ene kant denk ik, ja, leuk. Aan de andere kant denk ik, ja, ook prima als ik het niet heb. Maar goed, ja. Ik ben 25. Ja, ik zie dus, wel. Maar je is natuurlijk ouder. Ik was sowieso... Ja, mijn zus is nu 28. Ja. Maar ik was sowieso... Als ik kinderen wil, ook sowieso niet voor mijn 30ste of zo. Of 32. Dus. En nu ben je gewoon een beetje trotse oom dus. Ja. Ja, mooi. Wat doe je nu, in het leven gewoon? Zeg maar, studeer je nog? Of? Ik doe beide. Ik werk maandag tot donderdag bij een accountskantoor. En op vrijdag studeer ik. En ik studeer nu mijn postmaster accountancy. Ja. Hopelijk ben ik klaar. En dan fulltime als accountant werken. En wat zijn je doelen en dromen voor de toekomst? Doelen en dromen voor de toekomst? En nog alles zijn. Ja, dat vind ik ook altijd lastig. Ik ben echt iemand die echt met de dag leeft sowieso. Wat ik nu sowieso wil is mijn studie afronden. Want daar ben ik al 7 jaar mee bezig. Ik kan echt niet wachten tot het klaar is. Ja. Dat is lang. Ja, het is echt een heel proces geweest. Ja. Verder, ja, ik wil gewoon later een huisje kunnen kopen. En denk gewoon gelukkig zijn met leuke mensen om me heen. Ben je nu gelukkig? Ik denk wel heel gelukkig. Ik ben wel gelukkig nu, denk ik. Ja? Ja, dat is fijn. Ja, ik heb al veel leuke vrienden om me heen. Ik heb een leuke familie, dus ja. Veel dingen om over te klagen. Wat zou jij de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal? Ik denk dat je altijd jezelf moet blijven zijn. Gewoon lekker je ding doen. Veel schijt hebben aan de rest. En dan komt alles altijd wel weer goed. Ja, heb je veel schijt aan de rest? Kan je dat goed... Het maakt me echt niet uit. Zeg maar, al die comments, dat maakt me echt niet uit. Ik lig echt niet wakker van. Je kan echt doen wat... En wat voor comments heb je het dan over, bijvoorbeeld? Nou, gewoon...
van die domme grapjes of je ziet er niet uit of lelijk. Bla bla bla, weet je, dat soort. Maar ja, het doet me gewoon niks en het raakt me echt niet. En, no. Nee. En ook op straat, mensen. Ik zeg maar, ik kan niet normaal op straat kijken zonder dat 20 mensen naar me staan. Weet je. Ja, het doet me eigenlijk niet. Ben je gewoon continu bekend. Ja. Mensen kijken gewoon altijd naar. Ja, nou, niet zo helemaal, want ik zeg maar... Je ziet me op TikTok, maar ik ben ook heel makkelijk herkenbaar natuurlijk. Ja. Ik bedoel, misschien jij, als jij van 20 meter langs loopt, dan zie je het niet meteen. Maar als ik van 20 meter langs loop, dan zie je het echt meteen. Dus ik krijg ook echt heel veel comments op straat van... Hey, heb ik van TikTok? Ja. Waarom is het belangrijk om wel ook jouw verhaal te vertellen en erover te praten? Om iedereen te laten beseffen dat iedereen gezien mag worden en... Dat je altijd je leven moet leiden en doen wat je moet doen. Ongeacht wie je bent of ongeacht wat je hebt. Je hebt niet minder recht om iets te doen tegenover een ander die niks heeft. Ik wil je heel erg bedanken. Ja. Mensen kunnen jou natuurlijk gewoon checken op je TikTok. Quinten, _ fit. Yes. Ik zal ook even de linkjes gewoon in de beschrijving hier zetten. En ik vind het gewoon inspirerend en mooi hoe jij gewoon heel relaxed in het leven staat. Je niet gek laat maken en gewoon je ding doet. En ik denk dat dat... ja, veel mensen ook kan motiveren. Dus ik wil je veel succes wensen in de toekomst. Dank je dat je er wilde zijn. Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.